Hallo, welkom dat jullie kijken naar een nieuwe game video. Vandaag gaan we Clash Royale doen. Oh, dat gaat meteen doen. En we gaan vandaag voor de kleinkjes vechten. We hebben al bijna kleinkjes tot 10. Gaat echt al zo hard. Oh nee, wat doe ik nou? Oh nee, ik ga echt vechten. Oh, dat maakt ook niet uit. Voor één keer dan. Maar ik heb nu een slecht deck. Dus ik hoop nog dat ik ga winnen. Oh nee, ik heb geen mortier in mijn deck. Dat is echt het stomste ever. Maar doet vuurbal. Ja, heks moet je heel vaak gewoon laten gaan. Zeg. Heks doet niet echt veel damage altijd. Dus dan moet je niet laten. Dan moet je altijd laten gaan. Alleen als je toren niet zoveel is, want kijk. Nu kan ik niks daar tegen inzetten, tegen die prins. Ja, nu even heel snel wat. Dus daarom, want je weet als mensen heks in hun deck hebben, hebben ze ook prins. Ik heb prins. Mijn beginkaarten zijn soms ballon met tovenaar. Of het is prins met valkrie. Kijk, nu kan ik tovenaar daar tegen doen. Want ik ben blijven wachten. En dat is weer heel slim. Kijk, aan die kant prins doen. En met skelet leger. Oh, eindelijk. Alsjeblieft, zeg. Yes! Ik hoop dat ik dit ga winnen. Nu doe ik wel even wat tegen ding. Als het bij middels toch is, altijd er wat tegen doen. Ik hoop dat ik dit potje ga winnen. Oké, ik hoop dat ik ga winnen. Ik heb sowieso één toren. Bam. Oh. En dan doe ik lekker tovenaar. Bam, bam. Zo. Nee. Die tovenaar! Oké, dat maakt niet uit. Oké. We gaan even lekker voor de kleintjes vechten, want die is ook bijna klaar. Nou, even voor de kleintjes vechten. Kom allemaal in de Willy's, echt kapot gezellig, klein. Serieus. Maar Alena zit helemaal vol. En dat is het enige. Dat is echt het enigste, maar. Maar ja, als het de plek is, gewoon erin gaan. Echt gezellig klein. Ik meen het, wordt niet gescholden, helemaal niks. Helemaal noep. Kijk, hij doet daar wat tegen, ik lekker niet. Waarom hebben alle mensen een legendarische, behalve ik? Alle YouTubers zijn legendarisch, behalve ik. Waarom kijken er eigenlijk twee mensen? Deze video gaat tot maar 9 minuten of zoiets. En morgen, of ik ga zelf de kleintjes openen. Ik weet niet, maar als ik een legendarisch krijg, komt vandaag sowieso nog een video online van mij. Dan maar één keer niet van Rafael. Maar dat ga ik ook tegen hem zeggen, vooral als ik een legendarische eruit krijg, omdat het kleintjes tot 10 is, dan ik maak een screenshot, ik maak alles. Maar Rafael kan mij niet nu bellen, want hij is onderweg naar mijn oma. Dus ja. Hij woont daar heel vlakbij, dus hij zal er al zijn.
Net zat ik nog met hem te bellen. En zei ik, ga, ik ben zo terug zo. Ik dacht, ik neem lekker even een video op, toch? Of niet? Want elke dag één video, ja, pas geleden komt even niet. Bam. Yes. Yes. Oké. Okay. Het trolldek is echt kapot handig. Maar ja, ik zit nog niet Arena 7, dus ik heb geen kloon. Nee. Geen kloon. En dat is het irritantste. Want kloon is heel goed met een trolldek. En dat is een dek dat je heel veel poppetjes kan neerzetten. Poppetjes. Poppetjes. Oké, dit gaat daarop af. Oh, zit hier nog woede neer ook? Oeps. Ja, ik zou het maar zeggen. Oeps. Oeps, hè? Bloeps. Troeps. Ja hoor, ik ga dit winnen. Ik weet niet, met normaal gezegd ben ik niet meer goed, maar nu wel, kijk. Hup. Gewonnen. Klaar, toch? Kijk, kunnen we al de plankjes op de. Oeh, nog echt heel weinig. Oké, ik ga even kabouterton in mijn dek zetten. Even voor spiegel. En straks zet ik weer mortier in mijn dek. Oh, ik hoop het dat ik ga winnen, serieus. En ik hoop ook echt dat ik een legendarische krijg. Oh, hopen. Ik hoop het. Oké, ik ga weer tegen met Dani of zo. Met Dani D. Aikoraos of zo. Ja, ik ken die naam niet uitspreken. Waarom begint hij altijd met dat? Altijd. Oh nee, dit gaan we verliezen. Maar nee, niet Rafael, maar Davino, die hebben ook, die had een eigen kanaal. Maar daar doet hij helemaal niks meer op. Die heet Davino Jansen. Maar ja, nu doe ik met zijn broer een kanaal, Rafael. Oh nee. Ik ga gewoon voor Prins sparen. Hij gaat lekker beschermen. Ik ga alleen maar aanvals doen. Echt, ik ga alleen maar aanvals doen, hè. Serieus. Want het is echt Dani. Hij is slecht. Slecht, die is slecht. Als je in mijn clan komt, als je. Ah, niet erg, mijn clan, maar. Als je in de clan komt. Alsjeblieft, zeg niet met Dani of met Standage Game of Finboyns. Die zijn slecht. Ik heb een keertje van Standage Game gewonnen, terwijl de Arena 9 zit, hè. Arena 9. Ik 6. Hoe kan dat? Ja, je denkt er, hoe kan dat? Dommie dommie. Hoe komt hij in Arena 9? Dommie dommie. Dommie dommie. Hij zegt dom. Ik zeg eerlijk. Boom. Boom. Dit is altijd zo'n lekker gevoel, hè? Zo bam. Altijd echt zo'n lekker gevoel en dan nog bam. Check zo bam. Met Skeletti Army. En met Bam. Ik vind het echt een hele gezellige klank. Ik vind het echt jammer dat hij helemaal vol zit. Ja, het is ook een goede klank, dus daarom ook. We halen altijd wel klankjes tot 10. Altijd. Vies was ook een goede klank waar ik eens in zat. Maar ja, daar ben ik uitgezet toen de klankjes net begonnen was. Net afgelopen was. Ben ik eruit gezet. Mama. Oh nee, doe wat tegen.